Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Girls, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we weer een food video doen. En we zijn food aan het ingaan. We zijn dus food in. En wat we gaan doen is een 75 plus player pick. En dus we hebben nu, ik denk dat ik genoeg spelers heb voor een 75 plus player pick, genoeg glimmende. We hebben 3 rares nodig, rechtsachter hebben we daar rares. Als we genoeg rares hebben, hè. Genoeg rares die weg mogen. Dat ik dat straks ook zo gepakt heb. Ja, die Rui Diaz mag wel weg. Sevilla met daar er. Ja, de licht mag niet weg. Wie heb ik nog rare? Bentancourt. Eentje van MLS misschien. Rechtsachter, daar moet ik naar. De verdediger gaan zien. Oh, ik heb bijna geen verdedigers meer. Die mag wel weg. Dan moet ik nog 1 rijder hebben. Ga de gewone. Die mag inderdaad wel weg. En dan voor de prem. Dan willekeurig. Premier League. Fabianski. Hop. Zelfs een spelers met nummer 3. Oh ja. Zo moest het zijn. Hup, zie je. Davies mag wel weg. I don't care dat ik die weg doen. En nu is de vraag, gaan we hier een wildcard uitpikken of gaan we hier geen wildcard uitpikken? En het antwoord is, we pikken er lang uit. Dus hier weer geen wildcard, weer een 82. Wat we nu wel gaan doen, is even aan mijn team gaan zien. En we gaan mijn team dus met quotes vergelijken. Met quotes eigenlijk. Ja. Met quotes zeggen. Eerst ga ik eventjes mijn. Mijn Schmeichel hier op de bank zetten. Dus, Alisson. En sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Laporte. He wins that ball so much. En Ruben Diaz. And sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Robertson. I mean, it's alright, like. Overrated as fuck, in my opinion, I mean. Trent Alexander-Arnold. I mean, it's alright, like. Overrated as fuck, in my opinion, I mean. Lukaku, die daar ook nog er is, die heb ik op CM gezet. And sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Pogba, op CM. I mean, it's alright, like. Overrated as fuck, in my opinion, I mean.
Lukaku. Ah, nee, De Bruyne op CM. He wins that ball so much. Eigenlijk zou je dat zo moeten doen. Dat hij daar wat dingen heeft. Son op links voor. En sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Dus ik heb nu een 4-3-3. En dan. Nee, 4. Nee, wacht. Wat is mijn selectie? Selectie. Opstelling. Dat is een 4-3-2-1. Dus met links voor en rechts voor. Dus Son staat op links voor. Sancho staat op rechts voor. I mean, it's all right, like, overrated as fuck, in my opinion, I mean. En in de spits staat niemand anders dan Jamie Vardy. He wins that ball so much. Die al 1304 voor mij, 304 goals voor mij heeft. Lukaku met 222, De Bruyne met 46, Pogba met 108, Sancho met 37. Trent, 0 gescoord, doelpunt, 12 assists. Ruben Dias, 16 gespeelde wedstrijden, 0 goals. Laporte, 166 wedstrijden, 3 goals. Robertson, 70 wedstrijden, 0 goals, 13 assists. En Alisson, 131 wedstrijden, 2 goals en 2 assists. En dan, ja, Foden nog niet gespeeld. Marcos Llorente heeft al 2 wedstrijden gespeeld en 1 doelpunt. Jorginho heeft eigenlijk nog niet gespeeld. Gerard Moreno, ik denk dat hij bij Sven bij de vorige video gespeeld heeft. Allee, bij de vorige video dat ik gezegd heb van de Division Rivals. Die video komt ook nog. Die video is al geweest. Müller, 8 goals, 8 wedstrijden en 3 goals. Casemiro eigenlijk nog niet gespeeld. Courtois ook nog niet gespeeld. Dan heb je die Botheim, dat ik gepakt had. Die Team Tournament ook niet gespeeld. De Ligt misschien, De Ligt ook niet gespeeld. Busquets. Busquets ook niet gespeeld. Dan de Cruze. Weg naar de knockouts. Road to the knockouts. Heeft ook niet gespeeld. Schmeichel heeft ook nog niet gespeeld. En dan hebben we een club die al leeg begint te geraken terug. Dat is Tonali die dat eigenlijk niet gespeeld heeft. Ook UCL weg naar de knockouts. Arthur die dat niet gespeeld heeft. Zapata dat nog niet. Dat tradable, dat untradable is. Iconé die untradable is. Eigenlijk heb ik alles untradable ongeveer nu. Dus. Ja. Maar dat rapt eigenlijk deze video op. Ik ga sowieso nog blijven verder spelen met deze formatie die ik eigenlijk heb. Dat is eigenlijk wel een goede formatie. Na de patch dat er geweest is van de 9 december, is die eigenlijk wel perfect. Loopt dat team wel terug perfect. Ik heb dankzij Sven ook weer divisie 9 gehaald. Dus elke week nu ook wel. Division Rivals Rewards en mijn Squad Belt Rewards, dus die komen er ook aan elke week. Dus ik probeer een dagje OGL Career Modus, een dagje Rewards en zo, een dagje Packs, een dagje OGL Career Modus. Maar als het er is niet komt, OGL Career Modus, is het weer een andere video. Zoals reageren op of een andere video of een vlog. Maar die komt er ook nog wel aan allemaal. Een vlog moet ik ook nog eens uploaden. Die ga ik misschien met Kerstmis maken. Of de week van Kerst. Dat ik ja, van alles ga doen. En dan zie ik jullie guys. Volgende keer terug mijn nieuwe stream. Mijn nieuwe video. Mijn naam is Alde Dylan. En ik zie jullie guys dan. Joejoe.